Ik beweeg langs alle kanten hier. Echt. Oh, ik denk, ik ben hiermee een prins, maar ik heb wel twee prinsessen hier. Je was toch maar net op tijd, hè? Ja. Jeetje. Wat zo druk. Beter net op tijd als te vroeger. Ja, toch? Ja. Het is wel erg gezellig onder de dekens hier, hè? Ja, het is wel heel gezellig. Zullen we hier blijven? Ja, voor mij mag het. Ja, dan zullen we dat gewoon doen. Pietje spieken. Zijn niet alleen. Nee. Dat is toch geen doorschijndoeken? Dit is toch geen opgezette... Dit is toch geen opgezette... Nou, ik weet niet wat er allemaal opgezet is. Volgens mij heb je de deur nog open laten. Van elkaar. Dat blijft binnenkomen. Dat zou zo kunnen, hè? Hey, maar nou we hier toch liggen, ik zou jullie wel zo beter willen leren kennen. Dat kan. Ja, vertel. Wie ben je? Ik ben Prins Cornelis. En de microfoon is al uitgeschakeld. Oh nee, wacht weer. Prins Cornelis van Giecheldonk. Oh. Ja. Geweldig is dat. Ja. Ja. Hoe leuk. En wie heb je meegenomen? Dat is mijn collega prinses, hè? Ja. Collega prinses. Nou, en Aniek de Eerste uit Bonenpikkersland. Ik hoor net dat mijn microfoon het helemaal niet doet. Ja, wij vonden het wel fijn, dus ik denk, ik zeg er niks van. Hier, dit zijn de vragen. Oké. Ik even met de vraag 1 beginnen. Welk kledingstuk draag je niet meer, maar kun je niet weggooien? Nou, die is niet zo makkelijk, hè? Er gaat niks? Wat je niet meer draagt en niet weg kunt gooien? Nee, ik gooi meestal niks weg eigenlijk. Oh, en je doet alles ook nog aan? Ik hou het aan. Ah. Mm. Durf niet uit. Hij houdt het gewoon aan. Jij doet het allemaal wel uit, s'avonds? Nee, ik lig gewoon gestrekt in bed. Ja? Ja. En hoe kom jij dan thuis? Ik word meestal wel thuis gebracht. Echt, jazeker, ja, dat wel. Ja. Ja, daar heb ik een hele goede chauffeur voor, de Rolo. Die haalt mij op en die brengt mij thuis. En dan, voordat ik boven ben, dan lig ik al gestrekt. Nee. Ja. Oh. En de prinses, hoe komt een prinses thuis? Ik word netjes thuisgebracht door mijn adjudant. Oh, echt? Ja. En als het dan goed is, moet hij ook nog meehelpen met dat kleed daartoe. Want dat is ook nog moeilijk alleen. Oh, echt? Dus je hebt een hele leuke rol. Oh, ja, die boft. Die boft, zeg. Hey. Soms wel. Ja. Hé, hey, en gisteravond, hoe zijn jullie eigenlijk in bed terechtgekomen? In mijn bed? Ja, nou... Wacht even. Ik wil eigenlijk toch even... Ik had eens een keer een kawaitje. Wil je even aan de kant? Oeh! Ja. Oeh! Niet alles laten zien, hè? Wacht even. Ja. Nou, maar hoe jij thuis bent gekomen, dat horen we misschien na aan tafel wel. Dat lijkt me een goed idee. Toch, hetzelfde? Zeker. Ja, ja, we gaan lekker wat eten. Lekker. We hebben wel honger. Ja. Oké, daar gaan we. Jo. Ja, hele goedemiddag en welkom terug bij Ben de Wakker. Zijn we allemaal een beetje wakker? Jazeker. Oh, we waren net ongeconfettied. Nou, ik heb nog niet genoeg gehad. Nog niet genoeg gehad, inderdaad. Welkom terug bij Ben de Wakker bij Barney Televisie. En wie hebben we vandaag in de uitzending? Nou, we hebben de prinses hebben we in de studio. Prinses Aniek. Van de Bonnenpikkers, die zijn vandaag te gast. Ja. En we hebben natuurlijk prins... Cornelius, als ik het goed heb. Cornelis. Heel goed. Ja, we moeten nog een beetje wennen uit Giecheldonk. Ja, een hele goede middag allemaal. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Ik ben helemaal van mijn badje af. Echt waar, jongen? Ja, joh, ik weet het allemaal niet meer. Want er gebeurde van alles in dat bed, hè? Dat snap ik wel, dat jij dan helemaal je padje kwijt bent. Ja, dat wel een padje raak. Ja, want het was ook maar net op het nippertje, hè? Ja. Heb je het allemaal zo druk gehad? Ja. Vertel. Druk, hè? We hebben vanmorgen lekker natuurlijk eerst ontbijt gehad in het Ginneke. Ja, en daar komen alle collega's weer tegen. Dat is weer zo fantastisch en leuk. Dus ja, dan is het wel eens een beetje haast. Je blijft een beetje plakken, hè? Oh, ja, en je bent ook helemaal nog niet eens alleen gekomen, hè? Moet je kijken wat een club. Ja. Hey, en waar is Jeroen? Is hij er ook bij? Jeroen? Nou, ik zie hier iets staan met bezoek van het Brabants Buske. Ja, oh, ja, zeker. Ja. Oh, ja. Nee, dat was Jeroen en die heeft al 20 jaar lang MS. Ja.
Die is pas 38. En die zit in het Aeneas. En dat was aan het verzoek van zijn moeder of familie. Ja. Omdat hij zoveel van carnaval houdt, om daar toch eens langs te gaan. Ja. Nou, daar heb je geen rond. En spontaan, heel de raad, heel de kapel, alles was er spontaan voor klaar om die middag in bezoek te brengen. Ja. En de jongen heeft genoten. Fantastisch. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, ja, dat kunnen genieten. En prinses Aniek, een hele goede middag. Wow. Ik moet zeggen, als prinses ziet u er prachtig uit. Nou, dank ik heb geleerd dat ik hoogheden met u moet aanspreken. Ja, welkom jij aan die wijsheid. Kaaiendonk. Ja, Kaaiendonk. Dat is strenge peperd, hè. Hey, hoe gaat het momenteel de carnaval bij de Bonnepikkers? Ja, het gaat supergoed. Het stemmetje begint een beetje te begeven, maar... Dat maakt niet uit, ik ben ook al zo ver. Nou, mooi, dan ben ik in ieder geval niet alleen. En wij zijn vanochtend alweer in de kerk geweest, dus dat was ook allemaal even haast. Ja. Maar we zijn ook op tijd hier, maar het is één groot feest. En je hebt een gast meegenomen, dan ga ik even gelijk de microfoon een beetje die kant opschuiven, dan horen we je ook goed. Sorry. Vertel, Aniek, wat voor gast heeft u meegenomen? Ja, dit is mijn politie, dus onze steun en toeverlaat, die zorgt dat wij altijd in het gareel lopen. Een hele klus, kan ik vertellen. Lopen ze een beetje in het gareel? Het valt mee. Het is af en toe wel heel moeilijk werk. Nou, dat begrijp ik. En drinken dus ook heel goed, maar dat is heel gedaan. Drinken dus heel goed. Ja? En er dan nog zo uitzien. Ja. Dat vind ik heel bijzonder. En wat drinkt u dan? Bier. Bier. Ja. Ja. Nee, en mijn politie, wij hebben ook wel iets gemeenschappelijk. Ik ben eigenlijk een Belsker. En mijn politie ook. Vandaar ook een beetje Belse helm. Echt waar? Een Bels ding, dus... Ik denk, die moet bij mij aan tafel. Maar dat vind ik wel leuk, hè? De Bonnepikkers tegenwoordig, ze hebben allemaal een prins. En bij de Bonnepikkers hebben ze gewoon een prinses. Is dat ook gewoon bewust voor gekozen? Dat denk ik wel, Maar ik ga er vanuit voor wel, in ieder geval dus. Want hoe lang bent u nou al prinses? Ja, sinds 11-11. 11-11, dat is het eerste jaar ook echt natuurlijk. Eerste jaar. Oh, kijk eens, kijk eens. Ja. Dus, En zijn er nog wat dingen die we echt moeten weten over de Bonnepikkers? Of als prinses zijn? En wat zijn dan met jou... Sorry. Ja, u. Het moet u zijn. Uw hoogheid, excuseer. Hey, goed opgevoed, hè? Wat was een beetje de rol als prinses tijdens de carnaval en Bonnepikkers? Nou, het is toch ook wel de verbindende factor, ook wel, denk ik. Hè. De verbroedering, mensen bij elkaar brengen, zowel jong en oud. Het is niet alleen, zeg ik altijd, polonaise en bier. Het is wel veel, maar er komt veel meer bij kijken. En daar vind ik ook heel mooi dat ik daar deel van uit mag maken. Om daar ook voor te zorgen. Dus dat is fantastisch. En wat wel leuk is, Nicole Krijnen. Is die er ook bij? Nee. Wat wel leuk, die heeft de beker van verdiensten ontvangen van jullie. Ja. Wat heeft zij gedaan voor de vereniging? Ze doet eigenlijk voor heel veel verenigingen veel inderdaad. En ook altijd het schminken, vrijwilligerswerk. Dus ze zet zich gewoon heel veel in voor Kaan. Dus vandaar heeft ze die beker ontvangen. Nou. En ook heel erg verdiend. Heeft Giegeldonk ook een speciale prijs uit te reiken? Wij hebben verschillende onderscheidingen. En wat heel belangrijk is voor de medewerkers is de Eregiegel wel. Ja. En die is van het jaar toevallig ook uitgereikt, maar niet ieder jaar uitgereikt. Hè. Oh, aan wie is die uitgereikt? Die is uitgereikt aan Frank van Oosterbos. En, waarom? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Maar... maar hij regelt alle evenementen, buitenevenementen binnen. Hij is buschauffeur, dus we zijn vandaag ook door hem gebracht. Ja. Oh, kijk eens. Ja, worden wel opgehaald? Ja, nou, niet meer, denk ik. Nou, vandaag niet meer, denk ik. Zolang als je niet vasthoudt en de paal is allemaal nog recht zitten, komt dat helemaal goed. Helemaal goed. Ja. En je hebt ook een gast meegenomen, zie ik. Ja. Dat is mijn gast. Dat is een beetje een mentor van mij. Hoe erg dat ook is. Is nodig. Maar dat is oud-prins Adrianos. En die weet ook heel veel. En wat hij niet weet, fluister ik hem in. Dus het zal wel moeten goed komen. Dus moet er veel ingefluisterd worden bij prins Cornelis? Nou, wat kleine dingetjes. Nou, wat dan bijvoorbeeld? Wat is nou het laatste wat je hebt ingefluisterd? Het laatste wat ik heb ingefluisterd? Lus je nog een trippel? Oh, nee. Lus je nog een trippel? Nou, een trippel? Waar moeten we even uitleggen? Wat is een trippel? Nou, een trippel is een zwaarder biertje. Ja. En wij hadden laatst een vergadering bij mij thuis. En dat is een klein beetje uit de hand gelopen. Dat was door de week. En na... een treetje of wat. 'S morgens om 3:30 wandelde die bij mij naar buiten. Wandelen. Hij heeft alles geraakt wat... En vandaar dat trippel zijn drankje is. En het is gewoon een heerlijk drankje. Maar als je er 6 op hebt, dan begint het toch veel, wel... Hè? 6? Hoe ben ik aan huis gekomen? Ik ben in ieder geval thuis wakker geworden. Thuis wakker geworden, ja? Oh, fijn. Ja, want ik heb het nog niet gezien, nee. Het is de eerste keer dat ik jou tegenkom in bed. En de volgende dag niet gaan werken. Oh. Kijk jouw baas ook?
Hij is eigen baas. Hij doet iets met pijpen, toch? Hij doet iets met pijpen, hè? Dat is altijd goed, hè? Ja, wij kennen dat zo. Ja, we hebben het gezien. Hey, we hebben dit jaar een beetje veel aan jullie gevraagd. Jullie moesten iets meenemen. En jullie moesten ook een zotte reden schrijven voor ons. En natuurlijk voor de kijkers van Baronie TV. Laten we beginnen met Giecheldonk, met de zotte reden. Ja. De zotte reden van Giecheldonk. Ik heb hem opgeschreven, want anders kan ik het allemaal niet over. En nou, Marjai. Oh, nee, dat zeg ik nog niet. Oh. Nou, ik denk, nou, hoeveel blaadjes zijn het? Ja, heel veel. Maar we hebben toch tot 2 uur? Oh. Nou, beste Baroniekijkers thuis. Mijn naam is Prins Cornelis van Giecheldonk en ik ben gevraagd u vandaag te entertainen. Wat we bij Baronie TV hebben is het motto, draai het eens om, wel heel erg te harte genomen. Ze laten nu prinsen ouwe hoeren in plaats van dat ze zelf doen. Dat scheelt wel een heel zootje presentatoren en een hoop voorbereiding. Ik heb trouwens nooit geweten waarom dat die Baronie TV heet. Want we hebben wel 27 prinsen en maar 1 baron. Dus ergens klopt het tegen je. Ad Romein heeft vurger de pleitrik gemaakt bij Baronie TV. En dan moeten we als prinsen zelf maar uitzoeken. In de studio. Ach ja. En wij vroeger wel ook wat gedaan met de Romeinen, hè? Dus we moeten het ook zo blijven zoeken. Ze blijven jarenlang rondhangen tot er gal is van voren en ineens zijn ze weer verdwenen. Daarna moeten de lokale autoriteiten, zeg maar wij als leutprinsen, het zelf maar weer overnemen. We hopen alleen wel dat de geschiedenis zich niet herhaalt, want na de Romeinen kwamen de Ottomanen. En voor het wit heeft Otterknietel weer voor het zeggen. Otterknietel, wie kent hem niet? Jurylid van de Godse Mauwert en lid van de Fietsersbond. Met een beetje pandenpech moeten vorig jaar alle prinsen hier komen mouwen op een home trainer. De voortekenen zijn er reeds, hè, want moeten niet van niks de bar in de carnaval van die uitzoeken. Dat is een goed idee. Ja, daar was ik aan bang voor. Maar goed, ik ben volgend jaar iets later. Over rampzoek gesproken. In Zuid-Nederland is vorige week een uitbraak geweest van een nieuw virus. Het NAR-virus. En dat is een heel lastig virus. Want ik zal het eens even laten zien. Kijk, dat ziet er zo uit. Dat is het NAR-virus. Een deskundige op het gebied, dat is een zekere mevrouw Kotmadam, heeft met haar elektronenmicroscoop van de NAR-virus nog een vergroting gemaakt. En dan zie ik het er zo uit. Dus ja, dat is niet zo verkeerd. Iemand ook even? Oh. Symptomen van het virus zijn schaterlachen op de meest onverwachte momenten, overmatig aandacht trekken van de andere seksen, zo gaat dat. Gezang met teksten waar niemand de touwen vast kan knopen. En totaal geheugenverlies wat betreft tijd van komen en gaan. Laat staan van wakker worden. Tot dusver heeft het virus niet de dodelijke slachtoffers geleid, zoals ze wel gedacht hebben met het coronavirus natuurlijk. Er zijn wel enkele licht gewonden gevallen. En meestal komt het allemaal goed uit, maar liggen ze ondersteboven op de fiets in de slot. Wij van Giecheldonk hebben echter wel een remedie. Aangezien het bekend is dat alcohol schadelijke ziektekiemen doodt, raden wij dan ook aan om iedereen aan voldoende, met name alcoholische dranken te drinken. Schobbelaar schijnt daar heel goed voor te zijn. Ja, Hidde. Daar hebben we wel aan. Echt. Verder bleek dat bij een plaatselijk uitbraak begin vorig jaar in Giecheldonk het volgende medicijn zeer afdoende hielp. Normaal nemen wij daar een haring voor. Maar de haring is nog aan het zwemmen, dus hij is nog niet gearriveerd, heb ik wel begrepen. Dus ja, dan kunnen we daar niks aan doen. Wij willen eigenlijk wel die medicijn, die haring, natuurlijk inpakken voor volgend jaar. Ja, tuurlijk. Maar zo'n verse haring inpakken, dat is wel een beetje lastig, hè? Ja. Dus, dan hebben we een beetje een probleem. Maar praktische problemen zijn er om op te lossen. En wij hebben die haring geprepareerd. Die hebben wij in een potje gedouwen. En een beetje verder, een beetje medicijn bij gedaan en een beetje azijn. En dan moet dit volgend jaar zeker nog te gebruiken zijn. Nou. Papam, papam, papam. Ja, kom maar, ja. Kijk, ja, goed. Dat is alweer... Ik keur het goed, ik keur het goed. Maar we zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet. Nee? Oh. Nee, oh nee, ook staat er ook in. Ik heb nog meer plaatselijk nieuws. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, ja. Na de wipkip in de plaatselijke Bredalse speeltuinen hebben we nog een ander fenomeen. De schommeltiener. De schommeltiener. Maar dat de tiener pas naar tiener schommelt, dat vinden ze dan weer niet goed, hè? Van de officier van justitie. Nee. We hebben daarmee trouwens een ander fenomeen in het leven geroepen. Want die officier komt 1,5 jaar later pas achter
Dus een soort van slaapofficier. En die moet dan die schommeltieners voor gaan schrijven dat die vader en moeder op moeten letten dat ze voor 10 uur op bed liggen. Ja. Nou, dat gaat niet worden, denk ik, want die officier die gaat dat niet redden. En bovendien hebben die ouders liever dat ze schommelen met een aander als dat ze wippen met een aander. Degene die zich vraagt waar dat kwaaie weer vandaan komt, nou, dat is ook heel simpel. We hadden de worsten naar klaar aangebracht. En daar waren wat kopieermachines in de buurt. Oh nee. En daar waren wat zelfmeetmachines. Oh nee. Ja. En Clara ligt al 500 jaar te rusten. Die gaat dat zelf niet meer maken. Hè? Nee. En kopiëren, dat werkt ook niet. Nee, zeker niet. Dus ja, het is heel erg voor die optochten. Maar ja. Het ligt wel een beetje aan die worst, hè. Maar ja, ja, gisteren nog prachtig weer. Dus ja. Ja. Het maar wat voor worst heb je dan geofferd? Oh. Wij hebben een zelfgedraaide worst. Zelfgedraaide worst. Gedraaid door het beste varken wat we hebben. Waar is en wie is dat beste varken? Ja, die zat verstopt. Maar het was wel een flink werk, hoor. En je is een eigen worst gedraaid. Ja, dat ging helemaal goed komen. Ik ga het hierbij laten, want dadelijk is 2 uur. En dan zijn we te laat. Nou, en dan mogen jullie. Papa. Pa. Ja, oh. En heel spontaan, hè? Nou. Ik ken het, hè? En de enige die het natuurlijk gewoon mag aankondigen, dat is de prins zelf. Oh, lekker in mijn neus. Ja, ja, ga maar uw eigen kapelletje aan. Dat wil ik graag doen. Mag ik de aandacht voor mijn enige echte... Nou ja, enige echte. We hebben er 2, maar deze is er vandaag. De Bim de Blazers. Ik heb het er helemaal warm van gekregen. Hé, maar ken ik jou niet ergens van? Ja, die ben je pas alleen nog bij mij thuis geweest, hè? Ben je bij jou thuis geweest? Maar ik stond een zak confetti, zeg maar. Hé, maar jij bent ook volgens mij vorig jaar prins geweest. Ja, klopt. Ik ben de oud-prins Eduardus van Kiekeldonk. Dat klopt. En hoe is het nou om het nou toch van een andere kant te bekijken?
Ja, of mee te maken? Onze Hoogheid Cornelis doet het verschrikkelijk goed. Dus ja, het is gewoon hartstikke leuk om hem weer mee te maken. En langs de andere kant nu. En fluister je hem dan ook iets toe? Nee hoor, ik laat hem lekker zijn gang. Hij heeft genoeg mensen om zich heen die dreigen daarom bekoren. Dus is prima zo. Helemaal goed, helemaal goed. Hé, hey, en ja, jullie ook een heel druk schema? Ja, we vervullen ons eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar waar kunnen de mensen thuis jullie allemaal zien? Het kraaien is veel. TV. Wil je nog aan iemand een groeten doen? Nee, niet speciaal. Is er iemand die de groeten wil doen? Maar wacht even. Ja, kom maar hoor, kom maar. Ik wil graag de groeten doen. Het is jouw moment. Ja. Mama, leuk dat je kijkt. Veel plezier thuis en ik zie je vanavond wel weer ergens, hé. Hey, en hoe kom jullie mam jou weer tegen vannacht? Ja, dat weet ik nog niet. Nee, hoe ben ik gisteren thuis gekomen dan? Ja, met een auto. Oh echt? Ja, mama reed. Ah. Dat was wel mooi, ja. Heb je goed geregeld? Ja, absoluut. Ja. Dus, en jij, ik zie jou kijken van, oh jee toch. Nou ja, ze zeggen dat mijn zoon is dus... Dus ze zeggen meestal een appel van niet ver van de boom, maar hij is net zo gek hoor. Oh, echt waar? Ja. Maar ja, wat heb jij gisteren voor het meeste gek gedaan? Wanneer? Gisteren. Gisteren. Hoe ben jij thuis gekomen? Ook met diezelfde auto? Ja, dezelfde auto. Ja, maar dan met mijn vrouw. Zijn moeder, met mijn vrouw. Jeetje. Ja. Maar jouw vrouw blijft dan gewoon thuis? Ja, maar ze komt ook wel af en toe. Ja? Ja. Ze gaat af en toe wel mee. Ah. Ja. Nou, wilde nog iets liefs zeggen. Daar heeft ze en de zoon gehad. En, nou, lieve schat. Nou, kijk, pak tot straks. Even oh, even een momentje. Nou, lieve schat. Ik zie je straks weer, hè. Moet ze nog eens klaarzetten? Ja, mijn eten. Oh. Wat zeg je? De boerenkool mee worst. Maar ook voor onze Rotterdamslagster, want die heet bij ons vanavond. Dus, oh, die heet ja, vanavond. Die ben je ook. Ja. Goed zo. Goed zo. Hey, we gaan terug aan tafel. Yo, wat een romantiek spat er ook vanaf, hè? Heerlijk. Je zou bijna denken dat hij het meent. Nee, joh. Oh, het is weer zo ver. Het is weer zo ver. Zeg, prinses Annika, we gaan even naar de bonnenpikkers. We hadden ook aan jullie gevraagd om een zotte reden mee te nemen. Het is nu de tijd voor de zotte reden van de bonnenpikkers. Ja, nou zijn vrouwen denk ik iets verknopt. Ik was er net vanaf. Ik was er echt net vanaf. Oh, schoon hè? Heel schoon. Nou valt het grijze haar helemaal op. Goed, op naar de bonnenpikkers voor prinses Annika. Yes. Nou ja, mijn reden is niet zo lang. Hè. Vrouwen zijn meestal iets korter van stof en net iets, iets pittiger, zeggen wij. Hè, want we hebben nou... Ik ken dat. Ik blijf thuis altijd kort. Schat, doe de afwas. Goed. Maar ook vanuit Bonenpikkersland voel ik mij als eerste prinses vereerd dat ik hier bij jullie aan tafel mag zitten. Voor het eerst natuurlijk. Maar ik moet zeggen, hè, met mijn kroontje, mijn scepter en mijn gouden schoentjes aan. Het is toch wel lastig om in die grote voetsporen van al die prinsen te treden. Maar... Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook nog een jeugdprinses. Ze is bij ons een en al girl power. En in Kaam roeien wij ons eigen de jaar er wel doorheen. Dat weet ik wel zeker. Zo is dat. Ik heb ook twee pittige hoofddames bij. Dus als het bij mij even niet loopt, dan pakken ze het gewoon over. Dus dat is mooi. Wat wij bij hebben, want we moesten ook nog zo'n koffer meenemen. Ja, bonenpikkersland. Ik denk, ja, wat stoppen we dan eigenlijk in die koffer? Dus ja, wij dachten eigenlijk maar aan bonen. Want wij doppen onze boontjes wel in Kaam. Dat doen wij samen wel. Dus we hebben een hoop bonen meegenomen, allerlei soorten en maten. Want of je nou eigenlijk een lapboon bent, een koffieboon, een sperzieboon, een heilige boon, die hebben we niet zoveel in Kaam. Het zijn meer schijnheilige boontjes. Vooruit. Maar met carnaval zijn we gewoon allemaal gelijk. Dan zijn we allemaal dezelfde boontjes. En want carnaval, dat viert ook nooit niet alleen, maar dat doe je eigenlijk gewoon met z'n allen natuurlijk. Wat ik straks al zei, het is een feest van verbroedering en verbinding. En dat is dus heel plezant om dat mee te mogen maken. Ja, en dat plezant, ik zei het al, hè, ook een Belgische prinses in Kaam. Dat is ook wel bijzonder natuurlijk. En een eerste prinses en ook nog een Belsk. Maar dat gaat helemaal goed komen in Bonenpikkersland. Nou dacht ik wel, van waar komt nou dan eigenlijk die naam Bonenpikkers dan vandaan? Dus ik ben toch maar even een beetje research gaan doen. En nou blijkt dat te komen van de Kaamse kermiskost. Vroeger was het de gewoonte om met de kermis bruine en witte bonen te eten. Stevige kost natuurlijk, hè, maar hadden met carnaval ook nodig. Sowieso. Dat je een goede boompje kunt leggen. He, want er hoort ook een pilsje en een hoop leut bij. Maar als je dan witte vulpintjes drinkt, dan komt dat boontje weer om zijn loontje natuurlijk. Dus je moet wel oppassen. Maar eigenlijk vind ik dat we wel genoeg hebben bemouwd over al die bonen allemaal hier. Want ik wil er eigenlijk gewoon een groot feestje van gaan maken met z'n allen. Dus ik zeg iedereen heel veel plezier met de carnaval. En wij hopen ook op mooi weer morgen in Bonenpikkersland.
Wij hebben ook die worst naar Clara gebracht. En jullie hebben een eigen worstenmaker misschien. Maar dat kan toch niet, ons niet overtreffen, denk ik hoor. Want mijn eigen prins thuis, dat is een echte worstenmaker. Dus ik heb een grote gegeven, een gouden, een kleine, een dikke, een dunne. Dus die Clara moet ons morgen wel goedgezind zijn. Dat kan niet anders. Nou, laten we hopen dat dat worsten naar Clara goed gebracht is. Ja, lijkt me goed. En wat leuk is, jullie hebben ook een heel leuk clubske oude prinsen meegenomen. Zeker, onze leutvorsten. De leutvorsten. En jullie gaan ook een nummerke zingen, denk ik. Op het podium. Nee. En moet de prinses ook zeggen wanneer ze moeten gaan zingen? Oh, dat kan ik wel even inluiden. Nou, onze leutvorsten, en inmiddels zijn ze trouwens ook al internationaal bekend. Hè? Onze fun freezers zijn het dan. Dus ja, zeker. Dus ik zeg, start er maar in, mannen. De baan is er nog. Ik denk dat we Otto moeten roepen, want het is een baanbepech. Audio komt eraan. Nou ja, goed, dat betekent... Nou, er zat net iemand achter mij ook aan mijn knoppen te draaien. Nou, ja. 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 Ik weet het ook niet. Zitten, dat is ja, ik heb zijn. Eens overal knoppen zitten. Blijf jij gewoon van mijn knoppen af? Godzang. Ik heb twee eigen knoppen, geloof ik, hè? Godzang. Vooruit dan. Misschien wel even leuk, even naar de prins van het Giegeldonk. We gaan zo meteen naar de leutvorsten. De muziek komt eraan. Moet nog even snel gemaakt worden. Komt uit China, dus dat kan even duren. Hey, vertel me even, want jij speelde voordat jij prins was altijd in een band. Ja. Is het dan niet enorm wennen dat je nou prins bent en niet kunt spelen? Ja. Enorm wennen. Ja. Het is de bedoeling dat je iets langer praat, dan kan ik ondertussen een andere vraag verzinnen. Nee, maar ik denk, ik laat het even duidelijk overkomen. Ja, dat is enorm wennen. Het is een heel andere beleving. Je bent er altijd anders wel bij, maar ja dat, muziek maken is heel iets anders dan hier zitten, een praatje houden. Je bent nou wel toch wel het gezicht van Giegeldonk. Ja. Hey, en hebben jullie ook nog tips voor elkaar misschien? Daar ben ik nou wel een beetje benieuwd naar. Ja, ik zou zeggen... Als je zo naar die prinses even diep in de ogen kijkt, dat is wel mooi, hè? De prins kijkt de prinses diep in de ogen. Dan verwacht ik eigenlijk wel een make-up tip, maar ik zou niet weten hoe ik moet doen. Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik... Je mag eerlijk zijn, hè? Gewoon... Of een broodje, dat mag voor mij nog. Een beetje matte poeier, hè? Dat je niet zo glimt, dan zou ik aanraaien. Een beetje matte poeier. Ik kan mijn best doen. Ja, ik ben er net al geweest, maar ja, helpt niet veel. Zal ik eens zeggen. Ja. Ik kreeg ook een tip. Ja, gewoon een stukje doorbellen, toch? Nee, joh. Oh. Aanbeienzalf erop smeren. Zou dat helpen? Ja, dat schijnt. Ja, dan heb ik toch altijd op verkeerde plekken gezeten. Wat sta je nou? Heb je dat niet in huis? Of heb je wel in huis? Nee, dat denk ik niet. Ik zal nog even een broodje doen. Ja, dus nu een broodje. Ja, maar ik heb nog niet gegeten vandaag. Nee, hè? Nee. Voor de vierde keer op ontbijt. Jij hebt nog geen ontbijt gehad, hè? Misschien. Zal ik dan deze kant pakken? Doe ik de dames. Ja. Dus jullie een broodje? Lekker. Vers van onze eigen bakker. Ze zien je dan lekker. Dus jullie een broodje? Niemand? Ik denk, nou, dat doe ik thuis maar even een ontbijt. Geef maar rond. En als hij op is, dan gaat het wel die kant op. Een bak soep, drie broodjes, een kroket, een schrobbelair, een glas bier, een kop koffie. En toen moest je weer een half uur weg. Ja, dan moet wel dat een beetje deurwerken. Echt heel erg veel, zeg. Ja, ik zit hier op het pakken, ik krijg niet meer brood. Mijn eiken gepakt, of niet? Zeker mijn eiken. Een eiken erbij. Ja. Hey, je hebt ook nog een kapel meegenomen. Zou ze nog een stukje kunnen spelen, denk je? Ik weet het niet, ik zal het aan die man vragen die daarvoor staat. Oh, wat lekker, dan staat daarvoor. Laatst pas als ik wil spelen. Ja, dat komt zo. We hadden ze een beetje interviewd op de markt, hè? Weet je nog? Toen vroegen we, wat moet je allemaal gebeuren met allemaal. Ik zei, nou, ik heb een hofkapel, de BB, maar die doen liever wat bier drinken als hardlopen en polonaise lopen. Nou, dat heb ik geweten. Ik zei, ga maar eens een oplossing zoeken, want ik ken jullie niet meer bij al met polonaise lopen. Nou, daar staat hij. Stand-in. Stand-in van de prins. Ja. Meestal wordt hij gebruikt voor de pauzenummers, hoeft hij niet zo hard te bewegen. Hé, hey, geef ze maar een startsein. BB kennen we weer. Daar gaat hij. Neem ik een broodje. Ja, neem maar lekker een broodje. Thank you.
Hé, wat een gezelligheid. Zeg, we hadden jullie gevraagd om wat dingetjes mee te nemen voor het uitwisselingsproject. Ja, zo noemen wij het een beetje met de tijd meegaan. Het is eigenlijk de bedoeling dat de bonnenpikkers iets gaan geven aan Giecheldonk. En Giecheldonk iets aan de bonnenpikkers. Dat moeten jullie een heel jaar met je meedragen. En dan zien we volgend jaar, als jullie weer bij ons in de show zijn, zien we graag het attribuutje weer terug. Dus de uitwisseling mag nu plaats gaan vinden. Ja, zullen we beginnen met Giecheldonk naar de bonnenpikkers? Nou, u mag voor. Ja, kom maar voor hoor. Dan zitten we weer tegenover elkaar. Wat zeg je? Dan zitten we weer tegenover elkaar. Dan zitten we tegenover elkaar weer. Als jij dat graag wilt, dan doen we dat. Ja. Regelen we gewoon. Liever een prinses te maken dan een prins, hè? Ja. We wachten hem goed. Ja. Hij blijft heel lang goed, zeggen ze. Als het niet is, dan kunnen we altijd nog een garantie aanvragen. Nou, natuurlijk. Papam, papam. Nou, het begint te leren. Goed bezig. En dan gaan we naar de bonnenpikkers. Naar Giecheldonk. Ja, een klein gouden koffertje voor de prinses. Maar jij hebt natuurlijk wel een beetje power volgens mij, prins. Dus al die bonnen. Dat hebben we wel gezien in bed volgens mij vanmorgen. Ja, houd je ook op. Kijk er eens in. Ik denk dat ze allemaal wel goed zullen blijven. Witte bonen, bruine bonen. Kun je misschien al eens even opeten. Even een goeie boomje net. Maar vooral die heilige boontjes. Bent er voorzichtig mee, want voordat je het weet worden het schijnheilige boontjes. Ja, die hebben wij al zat in de club. Oh, nee, dan houden ze maar heilig. Nee, die bewaar ik speciaal zelf. Dus bij deze, de koffer gaat mee naar jullie. Dankjewel. Zo. Papa! Ik neem hem mee. Ja, kom maar hoor. Ja, lukt het? Hé, hey, ja, jullie hebben een heleboel kinderen ook meegenomen. Wat superleuk. Ik ben op zoek naar de jeugdprins, jeugdprinses. Zijn die hier? Kom maar staan. Kom maar eens eventjes deze kant op. Wauw. Kom maar. Jongen. Kom maar. Wat een grote club. Vertel, wie ben je? Ik ben jeugdprinses Marloe van de Bonenpikkers. Van de Bonenpikkers. En wie ben jij? Ik ben jeugdprins Luc van Giecheldonk. Luc, en hoe word je dan in hemelsnaam jeugdprinses? Ja, gewoon lekker gek doen en jezelf zijn. Maar moet je daar ook nog een wedstrijd voor doen dan? Nou, er is één grote verkiezing was er bij ons. En wie dan het leukste was voor Giecheldonk, die werd jeugdprins. En hoe is het jou gelukt? Mezelf zijn, denk ik. Dus je gaat daar staan en dan moet je dan ook nog iets zeggen? Of, Nee, ja, volgens mij moet je dan ook nog iets... Er wordt ook gewoon meteen voor die prins gezorgd, hè? Ja, je moet dan ook nog iets zeggen hoe oud je bent en waar je van houdt. En heb je huisdieren of zo, gewoon een leuke gebonden van maken. Hey, en hoe word jij dan leuk jeugdprinses? Wij hadden een heleboel verkiezingen en opdrachten en halverwege vielen er 2 af. En de andere 2 moesten nog verder strijden. En wat voor opdrachten ging dat dan? Nou, bijvoorbeeld als iedereen geen zin meer in carnaval had, hoe vrolijk je die dan op? En hoe vrolijk je die dan op? Nou, gewoon de Polonaise en de politie. Die moet natuurlijk lekker fluiten, zodat we kunnen omdraaien en gewoon jezelf zijn. Daar gaat het vooral om. Het gaat er gewoon om gewoon jezelf te zijn. En jullie hebben ook nog iemand anders allemaal meegenomen, toch? Ik heb mijn pages bij en ja, ook mijn adjudant. Adjudant, maar die pages die zorgen wel heel goed voor jou. Ja, het zijn eigenlijk gewoon mijn hulpjes om het zo te zeggen. En welke pages dan het leukste? Dat wil jij nou weer weten, Mick. Ik ging gewoon bijna live op mijn snuffert hier. Ah, gaat het? Ah, goed zo, gelukkig. Ja, sorry. Ik struikelde er gewoon over. Hé, hey, en wie heb jij allemaal meegenomen? Mijn hofdame en hofheer. En hoe heet jij dan? Koen. En wat is jouw taak? Ja, ook een beetje gewoon Marloe helpen. Kijk. Hey, ik vind het echt superleuk dat jullie er waren. Volgens mij gaan we richting het einde van vandaag. Ja, we gaan er zo meteen natuurlijk uit met de leutvorsten zometeen. Zijn we er klaar voor zometeen? Ja, hoor. En wij zijn er morgen weer. Giecheldonk, dankjewel. De bonnenpikkers, dankjewel. En zometeen naar Ben de Wakker, Ziede, wat een huis houden. Wij zijn er morgen weer met nieuwe afleveringen. Om 10 uur op... zijn wij weer paraat, toch Mitch? Nou ja, paraat. We zijn aanwezig. We zijn aanwezig. We zien elkaar morgen weer. De leutvorsten. Houdoe!